Ken je die momenten? Zitten met familie. Niet verstaan wat er wordt gezegd. Nep lachen alsof je iets hebt meegekregen. Maar eigenlijk helemaal niks begrijpt. Ik, Emmy, ik ben altijd die jongen geweest. Ik ben altijd die jongen geweest die nooit goed Arabisch kon lezen, schrijven, spreken en of verstaan. Ik weet dat ik een jongen van Marokkaanse komaf ben. Alleen, wat is een Marokkaan? En wat maakt je een Marokkaan? De cultuur? Die ik nooit optimaal heb geproefd. De cultuur en islam heb ik nooit optimaal geproefd. Maar daar komt nu allemaal een einde aan. Ik ga mezelf in het diepe gooien. Ik ga iets doen wat niemand van mij had verwacht. Zelfs ik niet. Ik ga mezelf trots maken, inshallah. En ik neem jullie mee in mijn journey. Het is vandaag 31 augustus, om 11:30 in de avond. En ik zou eigenlijk al langer moeten beginnen met deze documentaire. Alleen ging ik het steeds uitstellen, omdat ik gewoon in een bepaalde dip zat. Ik kreeg steeds meer het besef van, ik ga 6 maanden lang weg. En ik wist gewoon niet hoe ik het moest verwerken. Ik stopte het steeds weg. Van, oh, het is nog lang niet, het is nog lang niet. En nu is het dat ik vertrek over 6 dagen. En nu pas besef ik van, Emmy, je gaat gewoon echt weg. Het is een gek gevoel. Ik weet alleen echt niet hoe ik ermee moet omgaan. Maar we gaan weg. Oké, het is nu... Hoe laat is het eigenlijk? Het is volgens mij 2 uur 's nachts. De dag voordat ik ga vertrekken. Ik moet echt letterlijk over... Over weet ik veel hoeveel uurtjes. Over echt een paar uur moet ik alweer weg. En ik ben nu pas mijn... koffer aan het inpakken. En nu ik zo kijk naar mijn koffer, denk ik dat niet alles erin gaat passen. Want ik heb nog echt 6 van zulke dikke truien die erin moeten. Maar ja, ik ben ook echt veel slaap begonnen met dit. Ik moet echt eerder naar mijn moeder gaan luisteren. Want zij zei al 2 weken geleden van, Emin, ga je koffer inpakken. Maar ik ga het nu pas doen, de nacht ervoor. Maar ja, dat was even een snelle update. Want dat wou ik gewoon aan jullie vertellen. Dus ik zie jullie waarschijnlijk morgen wanneer ik ga vertrekken naar Marokko voor 6 maanden lang. Ik begin het nu pas een beetje te beseffen. Maar ja, het komt wel goed. Het is alweer de volgende dag. Ik ben wakker geworden. Ik heb gedoucht, et cetera. En dit is de laatste dag dat ik hier in Nederland ga zijn. Voor 6 maanden. Ik heb hier mijn koffer zoals je kan zien. Mijn grote koffer waar echt heel veel in zit. Die koffer is echt heel breed. En ik heb deze kleine koffer, hier zitten wat truien in en een broek en schoenen. Ja, ik vind het allemaal spannend nu, want we gaan gewoon. Weg. Dus let's go, man. Mensen, we zijn aangekomen op zijn Schiphol. En ik sta hier voor het vliegtuig. En we gaan gewoon naar Marokko toe. Het is gewoon een feit. Zeg maar, ik had niet verwacht dat het zo ver zou komen. Dat ik, zeg maar, op het punt zou komen dat ik echt zou gaan. Ik had verwacht dat ik na 2 weken na mijn keuze, dat ik zou zeggen van, papa, weet je wat, volgend jaar. Of uitstellen, zoals ik altijd doe eigenlijk. Maar dit keer heb ik gewoon volgehouden en daar ben ik wel trots op. En we gaan zo meteen vliegen en dan zijn we in Marokko. Aandek, kom naar mij toe. Wallah, aandek. Ja, mensen.
de ene laatste dag van afscheid nemen van mijn ouders ook, is aangebroken. Morgen ga ik naar de school toe. En ga ik beginnen aan een zes maanden traject. Dit is ook mijn laatste dag dat ik in een lekker groot bed heb geslapen. Dat ik lekker naar het toilet ben gegaan. Waar ik gewoon rustig kan zitten. Want dat is er niet meer straks. Dus ja man, ik zit hier te lopen. Een beetje te genieten nog van alles. Te genieten van een airco. Want bro, dat is er gewoon allemaal niet. Ik trip gewoon. Ik moet gewoon beseffen dat ik gewoon 6 maanden lang geen normale toilet heb. Geen warme douche. Geen verwarming. Gewoon letterlijk de middeleeuwen of zo gewoon. En niks om me heen. Ik kan geen thuisbezorgd bestellen. Ik kan niet even snel naar een restaurantje. Dus ja man. We gaan het zien. Maar ik heb er wel zin in op zich. Dus ja, let's go man. We start in Morocco, where 3 days of national mourning have been declared following the powerful earthquake there, in which 2,000 people are now known to have died. En op een gegeven moment voelden wij een kleine trilling. Heel Marokko was stil. Mensen hebben familieleden verloren, vrienden verloren, banen verloren en zelfs hun eigen huizen. En dan om te beseffen dat deze mensen het al moeilijk hadden. Gelukkig zijn er mensen zoals Fatima. Fatima die zet haar zelf in om andere mensen te helpen die het zwaar nodig hebben. Maar Fatima heeft nu echt jullie hulp nodig. Ik zamel geld in voor Fatima om het vervoeren van producten te vergemakkelijken. Dus kan jij wat kwijt, bekijk de bio hieronder en doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is mijn kamer voor de aankomende maanden. En ja, het is gewoon heel minimaal. Maar wel leuk, wel fijn. Mijn bed hier ook. Daar heb ik matrasjes. Hier heb ik een bureaustoel. Alles. En de uitzicht is achter mij. Ik kan het uitzicht vinden. Ja, dit is mijn En opeens zijn we op het strand, mensen. Ik heb heel veel te delen met jullie. Dus dat ga ik straks allemaal met jullie delen. Ik weet niet of jullie me goed horen door het geluid van het strand. Maar we gaan even zwemmen. Ik ben met Sheikh Hussein. Ik moet jullie echt veel updates geven, maar... ja, we zijn nu gewoon op het strand. En we gaan nu gewoon eventjes lekker zwemmen. Assalamu alaikum mensen. Tja, oprecht, ik weet echt niet waar ik precies moet gaan beginnen. Voor jullie is het zo. Voor jullie is het alleen een knip door de edit. Maar voor mij is het nu al 2 maanden. En ik heb 2 maanden lang niet de camera erbij gepakt. Niet gefilmd. En ik heb daar wel bepaalde redenen voor. Toen ik hier aankwam, vond ik het gewoon heel lastig nog om te wennen aan het leven wat ik hier nu leid. Ja, ik vond het moeilijk om gelijk de camera erbij te pakken. Want hoe ga ik eerst de camera erbij pakken, terwijl ik mezelf er niet eens helemaal bij heb? Dus ja, ik was vooral bezig met mezelf. Met mezelf. Ja, mezelf laten wennen aan het leven hier. Het is namelijk echt heel anders dan het leven in Nederland. En gewoon mentaal, man. Mentaal was het best wel lastig. Kijk, ik ben een jongen die vaak altijd mijn gevoel gewoon onderdrukt en zo. Dat als ik een gevoel heb wat
normaal niet Emin is, dat ik het dan wegzet. Maar dat doe ik met meerdere gevoelens, zeg maar. En dat gaat allemaal naar dezelfde plek. En toen ik hier kwam, toen ik afscheid had genomen van mijn ouders, en toen ik besefte van, yo, Emin, je bent hier gewoon nu 6 maanden alleen, zonder familie, zonder mensen die je kent. Toen kreeg ik wel zo'n gevoel van, yo, jij moet het gewoon doen, weet je. Jij bent de enige die nu met jou is. En natuurlijk heb ik alles van het eiland altijd aan mijn zijde. Maar ik ben hier wel alleen, weet je. Daar moest ik gewoon heel erg aan wennen. Mentaal vond ik het zwaar. Fysiek heb ik er ook last van gehad. Ik ben in een hele nieuwe omgeving. Nieuw weer, nieuw klimaat. Ik ben in de bergen. 1 kilometer hoog in de bergen. Je hebt vaste momenten van eten. Ik moest er echt gewoon echt aan wennen. Ik moest gewoon eventjes op gewoon even zen zijn. En dit is het moment nu, hier, dat ik nu 2 maanden ben ongeveer. Dat ik wel dat gevoel eindelijk heb. Dat ik gewoon echt mezelf ben. Ik ken het systeem. Ik ben gewend aan de planning. Mijn hele lichaam is nu gewoon gewend aan het systeem, zeg maar. En alhamdulillah heb ik dat nu eindelijk, want ik wou echt super graag filmen. Ik heb ook vaak de statief neergezet en de camera erop gezet en precies zo gezeten. En dan zat ik gewoon voor de camera zonder inspiratie. Zonder gevoel van, ah, we gaan dit nu echt filmen. En alhamdulillah, ik heb het nu eindelijk gehad. Nu eindelijk de energie om gewoon ook die camera erbij te pakken. De laatste dagen pakte ik ook weer wat meer mijn telefoon erbij. Ging ik wat meer live op TikTok, et cetera. Ik weet niet of jullie daarbij ook daarbij waren. Maar dat was meer een, zeg maar, een bruggetje zetten naar, oké, Emin, documentaire ga je binnenkort oppakken. Ik heb vaak met mijn vader gebeld. Van, ja, ik moet echt filmen. En hij die me dan motivatie geeft. Dus baba, dankjewel ook voor je motivatie. Maar motivatie is niet het enige wat je nodig hebt in het leven. Discipline is uiteindelijk de key tot succes, man. Ik zeg heel eerlijk. Ik zat net ook met die camera, zeg maar, in mijn handen. En ik dacht van, joh, beter morgen. Beter morgen. Maar die Emmy wil ik niet meer zijn, man. Ik ben altijd die jongen geweest die zei, beter morgen of beter later. Of ik doe het straks wel. Of ik doe het dan wel. Of ik doe het dan wel. Maar als je zo gaat blijven denken in het leven, bro, je gaat niks doen uiteindelijk. De tijd tikt, bro. Hola. Voor iedereen die ook, zeg maar, iets uitstelt. Of weet dat hij iets moet doen. En het niet doet. Alsjeblieft, pak het nu op. Schrijf het op. Doe je ding. Doe gewoon wat je moet doen, man. En dan ga je echt veel beter voelen. Ik zeg je eerlijk, nu ik die camera, zeg maar, hier voor me heb, voel ik mij nu zo goed dat ik dit uiteindelijk heb gedaan. En ik heb een hele script geschreven hier, maar dit doe ik nu eigenlijk allemaal uit mijn hoofd. Ik weet niet eens waarom ik dit nodig heb. Ik heb het niet nodig. Het was meer eigenlijk gewoon een soort van, ja, van voorbereiding. Mentaal natuurlijk. Maar nu ben ik er al helemaal in. Laat ik beginnen bij het begin, man. Toen ik hier aankwam. Ik kwam hier aan met mijn ouders. Mijn moeder en mijn vader waren nog met mij. En toen bleven zij een dagje met mij hier slapen. Mijn ouders sliepen beneden. En ik sliep hierboven. Dat was ook gewoon, zeg maar, om mijn moeder te laten zien van waar ik ben en waar ik ga slapen. En dan kon ik even de kamer laten zien. Gewoon even de laatste momenten met mijn ouders. Op een gegeven moment zijn wij gaan reizen naar een andere stad. En daar heb ik uiteindelijk echt afscheid genomen van mijn ouders. Op dat moment toen ik afscheid nam van mijn ouders, mijn moeder begon wel te huilen, zeg maar. En mijn vader is een hele sterke man en hij had ook, zeg maar, gewoon hij is een vader, weet je, dus hij gaat niet echt voor je huilen. Maar ik zag gewoon die tranen in zijn ogen, weet je. En ik deed alsof het me niks deed. Maar nu komt het allemaal eruit.
Toch, nu komt het allemaal eruit. Ik deed op dat moment alsof het me niks deed, weet je. Maar... wat ik zojuist ook zei aan het begin van... Ik ben een jongen die... altijd mijn gevoelens onderdrukt. Als ik het even niet herken. Als ik het gevoel even niet herken. Dus... Ik ging er eigenlijk heel normaal mee om. Van het komt goed, papapap, komt goed. Het komt ook goed. Het is ook goed wat ik doe en het komt ook goed, inshallah. Maar... ik stond er niet echt bij stil, man. Van, ik ga mijn ouders gewoon 6 maanden niet zien. Ik stond er niet bij stil. Ik was meer van, is goed, doei, beslimmen. En ze gingen weg. En... mijn moeder had tranen in haar ogen en mijn vader had tranen in zijn ogen. En ik weet hoeveel mijn ouders van mij houden. En ik hou ook superveel van hun, maar alleen ik ging er zo soepel mee om. Ik ben eigenlijk met heel het proces van Nederland naar Marokko gaan, ben ik er heel soepel en makkelijk doorheen gegaan. Alhamdulillah, weet je, maar ik heb echt heel veel gevoelens lopen onderdrukken, zeg maar. Gewoon van, yo, Emin, dit is iets wat je moet doen, zeg maar. Elk gevoel wat je krijgt of wat je hebt, aan de zijkant zetten, weet je. En ik ben wel trots op mezelf dat ik dat heb gedaan, uiteindelijk. En het mag er ook op een moment uit, zoals dit, weet je. Omdat ik gewoon... nu eigenlijk gewoon tegen mezelf praat. Ik praat wel tegen jullie, maar ik praat eigenlijk tegen mezelf. Op een gegeven moment, toen ik dus afscheid had genomen van mijn ouders, was ik met Sheikh Hussein. Sheikh Hussein is een hele aardige man, die eigenlijk een vader hier is voor mij. Hij zorgt goed voor mij en ik was met hem en zijn vrouw en zijn 3 kinderen. Mohammed Emin, Younes en Essia. Was ik bij hun thuis en toen zat ik gewoon daar bij een familie die ik niet kende. Ik had Sheikh Hussein maar 1 keer gezien. Ik kon de taal niet goed in, dus ik kon niet goed communiceren. Ik was eigenlijk in een omgeving waarbij ik dacht van, yo bro, ga ik dit nou echt doen? Ja, toch? Maar toen dacht ik van, oké, ik ben hier gekomen met een missie. En ik ga niet weg totdat ik die missie heb voltooid, weet je. En dat is waar ik het dus over heb, discipline. Motivatie is goed, motivatie kan je voor 2 weken hebben. Maar op 1 dag ga je denken van, ah, weet je. Laat zitten. Maar daar is discipline heel erg nodig. En alhamdulillah heb ik die discipline wel gecreëerd. En toen ben ik dus met hem meegegaan naar de school. In Tienkert, waar ik nu ben. Ik kwam hier. Ik ging mijn kamer binnen. En het was heel leeg. Het ziet er niet uit zoals het nu eruit ziet. Dat laat ik jullie ook nog sowieso zien. Hoe mijn kamer eruit ziet. Ik kwam hier en ik... de eerste 2 dagen... was ik eigenlijk gewoon een beetje... inkomen, zeg maar. Van oké, zo laat zijn de tijden van school. Ik moest elke dag op een gegeven moment... om 6 uur opstaan. 6 uur gaat er een hele harde bel... in de ochtend. Trrr, heel hard. En ik moest er allemaal gewoon aan wennen. En op een gegeven moment, ging ik naar de lessen toe. En dat was eigenlijk sinds het begin tot nu nog steeds de routine. 6 uur opstaan, dus gaan bidden. Naar de les toe gaan, tot 12 uur. En dan van 12 uur heb je eventjes pauze, 2 uurtjes ongeveer, waarbij je dan een dutje kan doen. En dan om 3 uur ongeveer ga je weer. Na de les tot 10 uur, 10:30 was het aan het begin. Maar nu wordt het wat sneller donker. Dus het is wat korter. Dat is eigenlijk wel wat ik elke dag doe. En alhamdulillah, man. Ik ben wel trots op mezelf, man. Weet je toch? Ik ben wel trots op mezelf dat ik dit doe. En dat ik dit ook ga afmaken, inshallah. Ik ben zeker niet van plan om weg te gaan hier. Of ik ben het zeker niet zat. Ik heb ook 0 keer de gedachte gehad van...
Ah, ik wil echt naar Nederland, man. Ik wou zeggen Hollanda. Maar, ik heb dat nu een keer gehad, man. Van dat ik dacht van, yo, ik wil weg. Ik wil weg hier. Ik ben het zat. Laat me gaan. Alhamdulillah, nu een keer gehad. En de afgelopen 2 maanden dat ik hier ben, laten we het even daarover hebben, over de groei die ik heb gemaakt, man. Ik heb nu, mijn eerste hizb afgerond. Ik ben dus nu van Surat al-Baqarah. Ik ben nu naar het tweede hoofdstuk, dus het tweede hizb. En het gaat goed, man. Ik lees beter, ik leer beter. Ik heb veel vrienden gemaakt ook. Iedereen kent mij nu. Ik ken iedereen. Als ik ergens loop, voel ik me niet ongemakkelijk. Ik voel me ook niet bekeken. Ik voel me gewoon heel normaal, man. Ik voel me gewoon weer Emin, zeg maar. Aan het begin vond ik het nog wel lastig, namelijk. Maar ik ben wel blij met hoe het nu gaat. Ik ten alle tijden, alhamdulillah, weet je. Het gaat de goede kant op, ook gewoon met leren, et cetera. Want dat is waar ik ook hier echt voor ben gekomen, om te leren. De taalspreek gaat ook echt super goed. Ik maak daar ook echt super goede stappen in. Ik praat met mensen. Ik heb al de eerste paar weken dat ik hier was, gebruikte ik Translate. Ik heb dat nu denk ik een anderhalf maandje gewoon niet aangeraakt. Geen Translate gebruikt. Ik probeer echt te praten. En het gaat eigenlijk nu ook best wel vanzelf, man. Ik durfde eerst niet naar de winkel te gaan, omdat ik niet wist hoe ik bepaalde dingen moest zeggen of hoeveel bepaald geld was wat ik moest gaan geven. Dus dan ging ik expres extra geld meenemen. Maar nu weet ik gewoon hoe het leven is en ik praat gewoon Darija, Arabisch probeer ik een beetje te begrijpen en te verstaan, want er zijn hier ook andere mensen uit andere landen, bijvoorbeeld Guinea, Indonesië. En die praten allemaal Fasha Arabisch, dus de echte Lughra Arabia, dus echt Arabisch. Geen Marokkaans Arabisch. Dat probeer ik ook te verstaan en probeer ik ook te leren. Ik probeer gewoon van alles een beetje te pakken. En natuurlijk kom ik hier wel met een missie om Surat al-Baqarah gewoon af te sluiten. Gewoon mijn best te doen. Kijk, als ik Surat al-Baqarah of mijn doel niet behaal, maar ik heb wel mijn best gedaan, dan heb ik nog steeds mijn doel behaald. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Dan heb ik alles gegeven. Maar als ik niet mijn doel behaal en ik denk achteraf van, had ik dit maar gedaan. Kijk, dan zou ik niet trots zijn op mezelf. Maar ik geef echt alles. Ik probeer zoveel mogelijk te doen. Probeer zoveel mogelijk te leren. En alhamdulillah, man. Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor de steun die jullie mij geven. Ik zie het allemaal op mijn telefoon. Nu hebben we geen bereik. Het bereik is weggevallen in de bergen, hier. Dus ik kan eigenlijk niks doen met mijn telefoon. Maar ik zie echt alle berichten en ik wil jullie allemaal bedanken. Voor alle dua's, voor alle steun. Echt, ik hou van jullie, man. Allah. Ja, man. Dat is the situation, man. From the nation, from the allegation. Ik ga jullie even meenemen, man. Want ik ga lekker een ontbijtje maken. En ik ga jullie ook eventjes gelijk een roomtour geven, et cetera. Dus dat zien jullie zo meteen allemaal. Man. Ik ga lekker ontbijten, dus ik ga jullie even laten zien hoe ik mijn ontbijtje voorbereid hier. Ik heb een eitje. En die ga ik vandaag eventjes bakken, denk ik. Ik denk dat ik eventjes een omeletje ga maken. Daar heb ik wat trek in eigenlijk. Kijk, hij is nu aan. Dan pak je een beetje ziet. Wow. Oi, 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 oi. Oké, hij wordt wit. Nou, nu we dit hebben gedaan, ga ik jullie eventjes meenemen naar het andere gedeelte. We gaan even een theetje maken, mensen. Pak je een beetje thee, niet te veel. Ik hou niet van te veel thee ofzo. Oi, oi, oi. Die heeft je vader niet, hè? Ik heb even kruiden nodig. En dit is volgens mij zout, ja. En dit is peper, als ik het goed heb. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Kijk hoe lekker dit eruit ziet, ouwe.
We gaan weer na, denk ik, een maand. Na een maand ga ik weer pindakaas eten, man. Daar heb ik wel zin in. Een beetje smaak van Nederland, weet je. Daycheck. Oké, mensen, dit is dus de roomtour. Ik heb nummertje 73. Als je binnenkomt, ja, zie je gelijk eigenlijk aan de rechterkant van je. Kijk, deze deur ook echt. Echt illie deur. Kijk, wacht, kijk. Hij is helemaal zo vast aan de grond. Dus je moet hem een beetje optillen en dan kan hij goed dicht. Kijk, je hebt hier dus mijn tafel waar ik gewoon al mijn eten heb. Ja, pindakaaspot die ik nog heb. Een beetje kauwgom uit Nederland. Mentos natuurlijk, die moet je altijd bij hebben. Pindakaas ook. Ik heb een beetje honing hier. Een beetje olijfolie. Ik heb hier een beetje lawashkiri, suiker, thee. Ja, toch gewoon de standaard dingetjes. Maar dus dit is echt, zeg maar, de etensruimte. En hier heb ik al mijn truien. En geloof me, mensen, deze truien heb je allemaal nodig. Want het is echt super koud aan het worden. Dus ja, hier is zeg maar mijn kledingrek. Voor de rest, dit is mijn fornuisje. Dit is een gaspot. Voor de rest, als je nog naar binnen komt, dit is mijn douche. Ja, zo douche ik mensen. Gewoon letterlijk water erin doen en shampoo en that's it. Ja, hier heb je mijn bakje met eieren, waar ik eieren in doe als ik eventjes wil ontbijten ofzo. Ik heb extra thee gekocht alvast, ready staan. Hier zijn allemaal kruiden die ik heb. Deze, dat zijn allemaal kruiden. Ik heb hier parfum. Gewoon een beetje zorgspulletjes, tandenborstel. Tandpasta, vaseline, geurtje, nagelknipper, noem het maar op. Scheermesjes, et cetera. Wc-papier, natuurlijk belangrijk. En hier is mijn bed. Ik zeg eerlijk, dit bed slaapt wel super lekker, dus dat is wel fijn. En wat leuk is, ik heb dit is dus een gordijn, toch? Die ik zeg maar heb hier. Alleen, het is niet echt een gordijn. Dit is zeg maar, dit is toch een bedovertrek, als ik het goed heb. Die heb ik gewoon daar opgehangen, zodat de zon niet naar binnen schijnt. Kijk hoeveel licht het tegenhoudt, dus de zonnestralen tegenhoudt. Hier heb ik dus gewoon mijn boeken. En het is een chill plek, man. Als iemand ook komt slapen in mijn kamer, bijvoorbeeld Sir Hussein, dan kan hij gewoon lekker daar slapen. En dit is mijn tafeltje. Deze heeft mijn tante uit de Worsezet. Die heeft deze met haar hand gemaakt, het lange werk. En die gebruik ik gewoon als tapijtje. Gewoon in mijn kamer, een beetje op decoratie. Ik vind het wel wat maken, zeg maar. Dus ja, man, dat is mijn kamer, man. Wat heb ik nog meer aan te laten zien? Ja, voor de rest eigenlijk helemaal niks. Dit is de kamer. Het uitzicht. Misschien is dat wel leuk om te laten zien aan jullie. Ga niet verwachten dat je een uitzicht ziet met zee en al die Marokko dingen die we zouden zien als we van Nederland naar Marokko zouden gaan voor vakantie. Dit is iets heel anders. Dit is echt Marokko, mensen. Dit is echt Marokko. Kijk. En even het raampje open. Kijk eens aan, mensen. Dit is het uitzicht wat ik heb. Elke dag. Er is niet veel om ons heen. Maar je hoeft niet veel te hebben hier, man. Ik zeg heel eerlijk. We hebben alles, man. We hebben water, we hebben eten. Dus alhamdulillah, weet je. Maar ja, man, dat is eigenlijk wat ik hier op dit moment heb, man. Oh ja, het leukste wat ik hier... is het wel luxe? Ik weet niet of het luxe is, maar... kijk. Ik heb deze lamp dus. Maar deze lamp was heel fel. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb zeg maar... gewoon dat doosje van dat lampje eromheen gedaan met plakband. Zodat het zeg maar het licht dempt, weet je. Maar iedereen zegt tegen mij, doe hem weg, want misschien gaat hij in de fik of zo. Maar hij gaat niet in de fik, want er staat Pro Max. Dus ik vertrouw gewoon op het merk dat het gewoon een Pro Max ding is, zeg maar. Ja, man, dat was het. Samen komen mensen. Oké, luister. Heel raar wat ik nu ga doen. Ik ben hier met Moussa, Kamara en Sherif. En het zijn allemaal mensen uit Guinea. Vandaag wat ik ze ga doen, wat ik ze ga leren. Ik ga ze Engels leren. Ik heb een bord hier en ik ga ze... Ja, vandaag is de eerste dag dat ik hun Engels ga leren. Dus ik ga jullie een beetje meenemen en kunnen jullie een beetje kijken hoe ik het doe. Ik ga proberen vast Arabisch te praten. Ik kan het niet heel goed. Maar inshallah gaat het goed lukken, inshallah. Owel, gesnende adar belongli. O, gesnende adar shuya belongli. Shuya belongli. Today, Liyum. Liyum. Today, we are going to learn. Liyum, gaan allem. Gaan allem kom. الاصل ديال اللونغلي
Ayuhishilem. Sherif. Snoe en. I am. I am. I am. I am. Asel, I. I. انا اصل اي يو الى بغيت تقول انت خصك تقول يو فهمت الى بغيت تقول هي خصك دير هو هو هي 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 هذا عين اي ايس فهمت خصك بغيت هذا الفابيت اصل الفابيت انا غنزير مع الفابيت انت كتعرف الفابيت لا 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 واخا اي 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 B A B C كل شيء مع E E E A A B B C D E F F F G G H H I I J Oké mensen, we zijn klaar met de les. Het was een goede les. We hebben geleerd wat de pronouns zijn, dus I am bla bla bla. We hebben tot 20 geleerd. 1, 2, 3, tel 20. We hebben dus tot 20. Dat hebben we nog meer geleerd. We hebben de asel van het woord geleerd. Dus waar een woord vandaan komt. Je hebt bijvoorbeeld eet. Het woord eten. Maar, het, zeg maar waar het woord vandaan eten komt is eet, toch? Dus net zoals reading. Read. Dat heb ik hun geleerd. Camara Sharif ou Moussa, did you understand everything today? Yes, I understand. Teacher. Sa. Allah barik. Nou, dat was het mensen. En ja, we gaan gewoon weer verder met jullie. Mama Safi. Mama Safi. Mama Safi. Kamena ma. Goodbye. Hey, goodbye. 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 Katie, ik heb gewoon niks te zeggen. Maar ik denk dat dat... ik denk dat dat veel genoeg zegt. Dat ik niks te zeggen heb. Of niet? Ik merk gewoon nu ik hier ben, zeg maar. Hoe langer ik hier nu ben. Ik ben hier nu bijna... 3 maanden. Over een weekje ben ik hier 3 maanden. Laten we zeggen, ik ben hier 3 maanden. Hoe langer ik hier ben... Hoe meer ik besef eigenlijk. En het hoeft niet per se altijd één ding te zijn wat ik ga beseffen ofzo. Maar ik besef gewoon meer. Ik besef gewoon waarde van familie meer. Ik besef de waarde van sociaal zijn meer. Ik besef de waarde van rust meer. Ik besef de waarde van wat we hebben. Dat wat we hebben in Nederland meestal gewoon genoeg is. Veel te veel is. Ik besef meer hier. Ik waardeer meer. Dat ook echt, man. Ik ben niet meer... De eerste keer toen ik geen internet had. Toen ik geen warm water had. Toen ik geen wifi had hierop. Werd ik gewoon geïrriteerd, toch? Omdat het gewoon mij... Ja. Internet en... Warm water en al die dingen. Het is allemaal een luxe. Het is allemaal een luxe. Het is niet normaal. En dat beseffen wij niet. Wij denken dat dat normaal is om zulke dingen te hebben. Maar de eerste keer toen ik dat meemaakte, werd ik gewoon geïrriteerd. En was mijn hele dag verpest. En ging ik de hele tijd in mijn bed liggen. Wist ik niet wat ik moest doen. En pas later op de dag dacht ik, oké, weet je wat? Er is iets nu niet, maar wat kan ik wel doen, weet je? Toen ging ik mijn kamer schoonmaken, et cetera. En dat doe ik nu altijd. Als de luxe die we hebben er even niet is... Ga ik er niet voor zorgen dat mijn hele dag is verpest? Nee. Dan zorg ik ervoor dat ik gewoon iets anders doe. Wat ik wel kan doen zonder die luxe. Snap je? Zonder die internet, zonder die wifi, zonder die warme water, et cetera. Bijvoorbeeld nu, vandaag. Ik had mijn camera schoongemaakt. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon... even ergens lopen. Neem een beetje fruit mee. Uitzicht genieten. Ja, toch? Wat ik uiteindelijk wil meegeven met dit is... wees gewoon blij met wat je hebt. En maak het beste van wat je hebt. Ja, toch?
We zijn snel geneigd wij mensen om te kijken naar andere mensen en om dan te zeggen van ja, waarom heeft hij dit en waarom heb ik dit niet? Of... Maar doe gewoon de dingen die je wilt doen met wat je hebt. En uiteindelijk komt er steeds meer, je weet toch? Iedereen heeft zijn rizq. Rizq is zeg maar, iedereen heeft zijn geld of luxe die hij gaat krijgen, et cetera. Snap je? Gewoon vertrouwen hebben op God. En dan komt alles goed, man. Maak je niet zo druk, man. En ik praat nu tegen mezelf, hè. Ik praat tegen jullie, maar ik praat ook tegen mezelf. Ik heb veel momenten gehad dat ik bijvoorbeeld mezelf druk maakte, et cetera, je weet toch? Maar het is niet nodig, man, Allah. Het is echt niet nodig, man. Ja, man. Dat gewoon. Mensen, we zijn in het huis van Sheikh Hussein. En hij heeft een hammam in zijn huis. Kom maar mee. Chef, mensen, kijk. Je hebt daar warm water in een emmer. Je zit hier gewoon en dan ga je jezelf schoonmaken. Man. Kijk, sabon daar, bla bla, die dingetjes en warm water. Ja, ik ga zo eventjes de hammam in, man. En ja, man. En trouwens, mensen, weet je ook een leuk een beetje. Hier bij dit ding. In Marokko heb je geen normale toilet hier waar ik ben. Je hebt alleen deze soort toiletten. Dus je zegt maar moet bukken en dan gewoon een gat. Ja man, dat is de situation man. Hey, besef even mensen, deze man. Dit is Sheikh Hussein. Is gewoon dit. Hij had gewoon... Wat is Sheikh Hussein? Alles? Alles deb, alles deb. Ja, maar hier. Als je dat ik maak tegen. Ach. Ja, schoon die. Deb, Hassan. Zal ik nu een schroef draaien in de deur? Ah, Sheikh Hussein. Ja, waldi. Gele. Nee, deb. Alleen zodat ik niet hoef te bukken. Ja, maar dat is helemaal naast. Wacht. Hij zegt gewoon van, als ik het niet zou doen, ga ik niet slapen. Kan ik niet slapen. Hij moet het gewoon niet doen. Ja, volgens mij... Een lichtelijke vorm van autisme. Also, wat is er? Alhamdulillah, man. Om te zeggen. Nou, maar dat wel. Wauw. Ja. Allah, wat een goede. Alles gaat het snel. Wat is het? Ja. Wat is het? Wat is het? Ah, yes. Allah, hoe ben je? Saf, aateni een miljoen? Aateni een miljoen? Was het een keer of laat ik me afhouden? Een miljoen, dirham. Aateni een miljoen? Maak ik een miljoen? Ja. Salaf of kado? Kado? Inshallah. Ah, Sheikh Hussein. Dat is hier haram. Daba, van tajib, tajin diel, Sheikh Hussein, chef Sheikh Hussein, met chef Amin. Het was eigenlijk een stukje worden dat ik gewoon heel kort ging filmen, maar blijkbaar moet ik meedoen. Blijkbaar moet ik meedoen met het koken. Dus ik ga gewoon eigenlijk leren hoe ik het tajin moet maken. Ja, wat is hier? Ja, wat is hier? Hier. Ik ga het niet meer. Hij weet nog niet wie chef Amin is, mensen. Broer, chef Amin, broer. Als ik terug ben, inshallah, gaan we weer rocken met chef Amin, man. Season 2, mensen. Season 2. Wat is je Hussein, zachter? We zien. Ja, mensen, we gaan lekker eten. Kijk, die tajin. Kijk. Ondertussen zijn we een beetje allemaal aan het spelen. Ik moet het potje nog even afmaken. We zijn in Discord. Mensen, join de Discord. Link in de bio. Ja man, ik heb het echt niet. Ik heb een colaatje erbij in het hele leven. Mensen, waar we zijn nu bij de Kutab. En hier leren wij Koran. Ik dacht, ik ga jullie even laten zien waar wij Koran leren. Is ook wel leuk. Sheikh Hussein is met mijn luha bezig.
helemaal vol zoals je kan zien. Maar ja, waar wij dus Koran krijgen is deze plek. Iedereen heeft hier zijn lucha. Iedereen heeft hier zijn plekje, zijn eigen plekje, zijn eigen deken. Ik zit altijd hier al. Als ik leer zit ik altijd hier. De eerste keer dat ik hier kwam, zat ik hier al, maar die plek is geklemd door iemand anders. Ja, maar dit is de plek waar wij dus Koran leren. Deze plek is een heel oude plek. Het is een gebouw wat 700 jaar oud is of zo, of 600 jaar. Ik lieg niet, het is echt heel oud. Er zijn heel veel geleerden uit deze plek gekomen, subhanallah. Dus ja, het is een hele mooie plek. En ja, hier hier leren wij gewoon dagelijks Koran. Ja, voor de rest heb ik niet zoveel te zeggen. Het is gewoon een hele mooie plek. En ja, dat was het. Oké, mensen. Het is avond, maar ik ben even naar de moskee gegaan waar wij dus altijd bidden. Ik dacht het is wel leuk om eventjes een tour te geven van waar wij onze gebeden doen, waar de faqih staat. En als we lezingen hebben ofzo, waar we die lezingen krijgen. Ik ga jullie laten zien. We hebben dus hier, dit is dus gewoon de moskee. Het is best wel een grote moskee, een hele mooie moskee. Ja, kijk, hier lezen de faqih altijd Koran. En hier leidt hij het gebed. Dan staan wij meestal gewoon hier zo. En zoals je kan zien, hier zit de faqih ook altijd. Als hij lessen geeft, dan zit hij hier. En dan zitten de meeste studenten gewoon hier al. In een rondje zitten ze dan. Zo zijn ze daar ook aanwezig. Ja, dit is alle apparatuur van de faqih. Als hij lezingen online geeft. Als hij iets van Zoom meeting heeft, dan gebruikt hij deze apparatuur. En ja, het is eigenlijk best wel een grote moskee. Ik zeg eerlijk, voor 120 à 130 studenten die hier les krijgen, is het zeker genoeg plek. Meestal zijn er alleen de eerste twee rijen gevuld. Ja, wat niet iedereen komt, zeg maar, dagelijks naar het gebed of zo. Sommigen die hebben les of wat dan ook. Dus ja, dat is eigenlijk de moskee. En zoals je kan zien, sommige mensen die leren hier ook. Dan heb je hier bijvoorbeeld hun lucha. Dus als ze naar binnen komen, pak ze een houten plank, houten lucha, waar ze dan hun Koran op hebben of wat dan ook. Zoals je kan zien, kijk eens. Ja, dus ja, maar dat is de masjid. Dat is de masjid van deze school. Het is een mooie masjid. Burgers, fries en wings kan je hier halen. Hoe heet deze ding? Franks, toch? Frank, ja, Franks. Franks burger. Franks burger. En dat is dus de eerste keer in 4 maanden tijd dat ik even frietjes met ketchup en een burger ga eten. Ik heb hier ook een Hawaii. Deze heb ik al een keertje gedronken daar. Maar ja, dit heb ik niet gezien. Gewoon rietjes, handschoentjes. Kijk hier wat mijn tante gaat eten. Kentzijde. Eigenlijk wil ik hem gewoon pakken, weet je? Nee, maar ik ga lekker eten en ik ga jullie meenemen wat ik allemaal ga doen in de shop. Bismillah. Geloof ik. Oei, mensen, kijk dan eventjes. Burger, frietjes. Ik weet niet eens wat het is, man. Maar ja, man, we gaan lekker eten, bismillah. Oké, mensen, kijk, ik heb die burger hier voor me, toch? En Tzad, jij mag beslissen. Gaan we met de wing beginnen? Ik ben al begonnen. Ik ga ook beginnen, ik ga met jou meedoen. Ik heb hier een barbecue, iets wing of honey, iets. Bismillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Stop die camera, ik ga eten. Ik heb net heerlijk gedoucht, man. Kijk, lekker in een echte douche met een regenkop, of hoe je het douchekop, hoe je het noemt. Toilet waar je op kan zitten. Besef ik. Ik heb dat zo lang gewoon niet gehad dat ik gewoon op het toilet kan zitten. 4 maanden of zo. En een douchekop en zo. Gewoon een normale spiegel. Alhamdulillah, sowieso weer toch. Ik zeg het in het toilet. Oh. Bij de. Godzijdank. Got a feeling in my shoulder. Got a feeling.
mensen. Eigen rendel. Eigen rendel. Ik ben op school. In de avond op een score. Ik hoor iedereen praten en zo. Ik hoor iedereen praten. Er is opeens nog de. Hoe noem je dat? Er is opeens nog de kameel. Ze gaan hem slachten. Ja mensen, de laatste dag in mijn kamer hier op school na 5,5-6 maanden. Is gek man, mijn hele kamer is leeg. Koffers zijn ingepakt tenminste, koffer is ingepakt. Ik heb wat kleding gegeven aan een broeder en nog een andere broeder. Gewoon voetbalschoenen, gilet, gewoon voor de kou, wat truien, etc. Die ik ook niet echt zelf meer draag en zo. Dacht ik, ja, dan kan ik het gewoon aan hun geven. Alhamdulillah. Ik ben klaar met alles, alles ingepakt. Kijk hoe mijn kamer eruit ziet. De kamer is helemaal leeg. Het was eerst helemaal vol daar, zoals jullie vast weten. Maar ja, het is nu gewoon helemaal leeg, man. Het is gewoon niks. Helemaal niks meer. Ik ben wel dankbaar, man. Ondanks ik ben dankbaar. Nu pas begint het een beetje te hitten van... Je hebt het gewoon geflikt, zeg maar. Je hebt wel gewoon 5,5 maand alleen aan jezelf gewerkt. Aan je dien gewerkt. Aan je zelfvertrouwen gewerkt, vooral heel veel. Nu pas besef ik ook wat voor band ik heb met bepaalde studenten. Je weet toch, sommigen zijn echt gewoon verdrietig dat ik gewoon wegga. Je weet toch, ze zeggen van, wow, joh, kan je niet nog even blijven tot Ramadan of zo? Ik heb foto's gemaakt met een paar studenten. Je weet toch, voor herinneringen gewoon. Ze zeiden allemaal, stuur me je nummer, dan ga ik een keer bellen en zo. Subhanallah, het is wel... Ik had niet verwacht dat het me zo diep zou raken, zeg maar. Ik dacht meer van, lekker naar Nederland of lekker weg van hier. Klaar. Maar... Ja, het is toch wel jammer. Maar alhamdulillah, en alles komt een eind. Dus ja, ik ga er vandoor. Dat was het dan. 6 maanden lang alleen geweest, zonder familie. Alleen ik en mijn gedachten in één kamer. Veel emotionele momenten gehad. En ook heel veel leuke momenten. Is dat? Ik ben trots op mezelf dat ik dit heb gedaan en dat ik ook echt stap heb gemaakt in hetgeen waar ik voor kwam. 6 maanden mijn ouders en familie niet zien was ook voor hun heel lastig. Maar toen ik net landde, werd ik opeens... Dit was mijn documentaire. Het was super lastig om dit allemaal te filmen en aan elkaar te zetten. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet de video te liken mensen. En vergeet niet te abonneren, zodat je geen enkele andere video gaat missen. En zoals ik altijd zeg mensen. Leon. Koen.